Ik werk niet, volgens mij. Ik leef en kan gelukkig alle dingen doen die ik leuk vind. En daarbinnen zit ook een pittige boodschap. Namelijk dat we allemaal plantaardig moeten gaan eten. En daarmee doe ik allerlei dingen als cupcakes bakken, boeken schrijven, kookboeken, artikelen. Als het maar om eten en bewustwording te maken heeft. Goed, wat gaan we maken? We gaan maken Chelsea buns. Dat zijn echte Engelse broodjes. En dat vond ik heel leuk nu, omdat mijn passie, of waar ik eerst ben begonnen, was het experimenteren met de Engelse keuken. En dat veganistisch maken. Dus vandaar dat ik het nu wel een leuk moment vond om die in te zetten. En het zijn hele leuke kerstbroodjes. En dan beginnen we met wat tarwemeel. En dat is gezeefd tarwemeel, wordt ook wel la mère meel genoemd. Gezeefd houdt in, of gebeld, noemen ze het ook wel trouwens, dat het niet helemaal volkoren meel is en het is ook geen bloem. Dus er zitten nog enigszins kiemen in, waardoor het toch nog wat gezond is, maar lichter dan meel, zodat het weer beter is om mee te bakken. En het leuke daaraan is dat het gemalen wordt door de molenaar uit Schiedam, waar ik ben geboren. En hij heeft een hele leuke molen en is een hele lieve man. En hij maalt het speciaal voor mij als er wind staat. Als er geen wind is, heb ik ook geen meel. Dus dat is ook wel leuk. En hij maalt het dan zonder E-nummers, of hij stelt het samen zonder E-nummers. Omdat er heel soms gaat er een soort van citroenzuur in of een bepaald E-nummer, waardoor het beter is voor bakkers om mee te werken, want dan rijst het beter. Maar dat wil ik niet. En toen heb ik het geëxperimenteerd of het zonder kon en dat was prima. Dus het is vaak ook een idee van, we hebben E-nummers nodig. Ik doe er ongeraffineerde rietsuiker bij. Ik geef de voorkeur meestal aan geen suiker. En als je dan suiker gebruikt, dan kies ik voor ongeraffineerde rietsuiker. Want dat heeft dan nog enigszins vitamines en mineralen behouden. Wat doe je erin als je geen suiker gebruikt? Agavenectar of rijststroop. Die twee die hebben beide weinig invloed op de bloedsuikerspiegel. En hebben een redelijk basis of neutrale smaak. Kijk, bijvoorbeeld esdoornsiroop is geweldig, maar heeft ook een hele karakteristieke smaak, dus dat zou ik niet aanraden. Dan doe ik er wat sojamelk doorheen. Want ik moet een mooi deeg gaan maken. En ik doe er plantaardige boter doorheen, dus geen echte margarine. Dit is op basis van soja, of zonnebloemolie, sorry. En dat gaan we dan even roeren. En naast het meel, zijn er andere ingrediënten ook uit de buurt hier? Of van... Ja, ik heb walnoten. Die gaan we strakjes als soort van decoratie gebruiken. En die walnoten die komen van de boom hier in de achtertuin. En het mooie aan een walnotenboom vind ik, ik vind hem heel symbolisch voor hoe we zouden kunnen eten. Een walnotenboom groeit en bloeit ieder jaar weer zonder dat er menshanden aan te pas komen. Gewoon met wat water, zonlicht en aarde. En elke keer weer geeft hij prachtige noten vol vitamines, mineralen en eiwitten. En het grappige is, als we allemaal plantaardig zouden gaan eten, kunnen we over 50 jaar 4 miljard mensen extra voeden. En dan denk ik, nou, laten we dan de walnotenboom eens wat meer gaan herwaarderen. Want die houdt zomaar veel meer eiwitten en granen en nee, plantaardig lekkers over als je op die manier zou gaan eten. En die staat hier in de buurt? Ja, die staat hier achter. En is dit nou een recept uit je eigen kookboek? Ja, dit is uit mijn eigen kookboek. Ik wilde heel graag een kookboek maken waarbij ik mensen zou inspireren om met de seizoenen te gaan koken. En hoe leuk dat is, omdat Moeder Aarde is pretty brilliant. En zij geeft ons gewoon allemaal prachtige, zoals de walnotenboom, gezonde groentetjes en eiwitjes. Alleen we moeten weer leren luisteren naar haar. Bijvoorbeeld, ze zeggen wel eens als de R in de maand is, dan moeten we vitamine D gaan slikken, zonlicht. Omdat er te weinig zon is. Maar de kolen die in het najaar op het land liggen, die slaan vitamine D op in hun hart. En dat zijn de kolen die wij in de winter eten. Dus we eten vitamine D. Niks tabletten als de R in de maand is. Dus op die manier ze weer gaan luisteren naar wat ons lichaam nodig heeft en wat de aarde ons biedt, kunnen we volgens mij veel efficiënter weer gaan werken met wat er is en ook gezonder gaan leven. Nou ja, goed, dat wilde ik met het kookboek doen en mensen laten zien dat je helemaal geen zuivel en vlees en vis nodig hebt om iets lekkers te maken. We komen zo nog even terug, maar je bent nu aan het kneden en voor jou heeft dat een speciale betekenis. Ja, ik wilde eigenlijk heel graag brood maken met jullie vandaag, alleen dan zijn we een beetje langer bezig.
Omdat ik vind het zo. Je werkt echt met wat je gaat maken. Want als jij het niet goed kneedt, dan komt er ook niet iets goeds uit. En als je het kneedt, dan voel je de ingrediënten echt met elkaar werken. Dus je bent echt in verbinding met wat je gaat maken. En straks komt er dan iets lekkers uit de oven. En dat heb jij gecreëerd met een aantal ingrediënten. Ik vind dat zoiets moois en zoiets simpels ook eigenlijk. En ik voel dan echt de tarwe. Ik voel de gluten uitzetten. De gluten, dat zit in de tarwe en dat gaat dan binden. En dan, je gaat echt praten met je deeg, zeg maar. Want hij zegt mij wanneer hij klaar is. Ja. En hoe voel je dat? Nou, dat voel ik doordat het op een gegeven moment een soort van elasticiteit heeft door die gluten. En doordat hij dan op een gegeven moment, zoals je nu ook ziet, hij zet vanzelf een beetje uit. Dus eigenlijk is hij dan gewoon helemaal goed. En ik vind het gewoon een hele fijne bezigheid. Ik zou uren gewoon zo kunnen kneden. Vandaar dat ik dus broodbakken ook heel leuk vind. Nou, en dan gaan we dat uitrollen. Hebben de andere ingrediënten ook speciale betekenis voor jou? Of komen ze van een speciale... Ja, nou die walnotenboom in ieder geval zeker. Die walnoten, die gaan we straks dus gebruiken. En verder, ik ben gewoon echt heel erg gek op het meel. En de sojamelk natuurlijk, omdat ik daarmee wil laten zien dat je helemaal geen gewone melk nodig hebt. En we gebruiken natuurlijk geen eieren of ander gewoon boter, roomboter. Je hebt het helemaal niet nodig om lekker smeuïg gebak te maken. Dat is natuurlijk vaak een idee van, je hebt toch boter en eieren nodig om een lekker taartje te maken of zo. Ja, mijn missie is om mensen te laten zien dat dat niet per se hoeft. Dat het ook anders kan. En alle ingrediënten zijn biologisch. Dat vind ik heel belangrijk. En nou ja, je neemt aan dat je voor jezelf kookt, misschien elke dag. Maar kook je ook voor andere mensen? Ik word wel eens ingehuurd om bij mensen thuis te koken. En voor cateringklusjes word ik ook wel eens ingehuurd. Dus dan hebben mensen een feestje en dan vragen ze of ik leuke hapjes kan maken. Ik ben geen grote cateraar, want dan gaat eigenlijk de lol van het koken er ook af. Dus ik doe het minimaal, maar ik doe het wel. Want ik vind het heel leuk om deze passie over te brengen aan anderen. En dat kan natuurlijk alleen maar met lekkere hapjes. Dus dit ga ik bestrooien met wat kaneel. En ik heb stiekem ook nog wat andere kruiden doorheen gedaan. Nootmuskaat en kruidnagel om het wat kerstiger te maken. En dan ga ik even wat boter smelten. En dat moet er dan overheen. Zo. Dit was ook plantaardig? Ja, altijd. Ja. Je hebt gewoon plantaardige halverine, margarine en bak en braad op de markt. Om het wat extra smeuig te maken. Maakt niet uit als het niet helemaal gesmolten is. Nou, dan doe ik er nog wat rijststroop overheen. Dit kan je dus gebruiken als suikervervanger. Mm-hmm. Omdat het heel licht en zoet van smaak is. Maar wel heel weinig invloed heeft op het menselijk systeem. Je hebt vaak bij suiker dat je natuurlijk zo'n rush krijgt daarna. Zo'n ontzettende energiestoot en daarna keiharde energielek. En dat heeft dit absoluut niet. Daar heb je hier helemaal geen last van. Is dat iets wat ook op je brood kan? Ja, zou kunnen. Ja, hoor. Alleen het is minder karakteristiek als appelstroop of zo. Dus. Maar dat zou kunnen. Een beetje over pindakaas is ook lekker. Ik heb wat pure chocola. Dus geen melk, maar puur. Er zitten geen melkbestanddelen in. En wat gekarameliseerde citroenschilletjes. Die doe ik er overheen. Bedenk jij deze recepten zelf? Of zijn dat variaties op bestaande dingen? Sommige bedenk ik zelf. En bijvoorbeeld zo'n Chelsea bun. Dat is gewoon een traditioneel Engels broodje. Dus die veganiseer ik dan, noem ik meestal. Dus dan zie ik gewoon iets leuks en dan denk ik, oh, dat kan ik dan wel vervangen of dat kan ik wel zo doen. En zo ook met cheesecakes bijvoorbeeld. Soms hoef ik het wiel niet zelf uit te vinden. En soms vind ik dat ook gewoon heel erg leuk. Nog een beetje anijs voor de kleine smaakprikkeling. En dan heb ik nog wat van de walnotenboom. En ben je vaak aan het experimenteren met... Of alleen als je een nieuw kookboek maakt?
Nou, het mooie is dat dat redelijk achter elkaar doorgaat, zo'n kookboek. Dus eigenlijk vloeit dat heel makkelijk in elkaar over. Dus ik ben iets aan het experimenteren. Dan denk ik, dat past leuk in het kookboek. Dus zo gaat het eigenlijk gewoon altijd door. Dus het is altijd wel om dat uiteindelijk te delen. Dat vind ik het belangrijkst. Heb je nou ook wel eens iemand gehad die zegt van, dit is echt niet lekker? Nou, niet zozeer. Dat niet. Omdat meestal gebak is gewoon altijd wel lekker. Zoet en vettig. En, nou ja. Alleen, ik heb wel uiteraard reacties van mensen die zeggen van, dit is anders. Dit is een nieuwe smaak. Logisch, want het zijn nieuwe ingrediënten. Je verwacht, en dat is de fout, daar gaat het een beetje mis. Je vergelijkt het. Ja. En dat moet je niet doen. Want het is gewoon anders. Ik ben ook niet op een missie om het hetzelfde te laten smaken. Ik wil een alternatief bieden. En ik vind ook wel dat er misschien wat meer opnieuw geproefd kan gaan worden. En wat meer bewust. Voor nieuwe dingen. En ook weer leren proeven. We hebben best een smaakvervlakking op dit moment. Zo. We hebben hier een mooie worst. Dan leg ik die achter mij in de keuken. En dan ga ik hem even in stukjes snijden. Kijk, dit is zo leuk. Dan krijg je zo, ja, zo'n rolletje. Zo'n rolletje. Dat vind ik altijd heel leuk. Broodje. Even mijn hand wassen. En die gaat lekker in de oven op ongeveer 200 graden, zo'n 30 minuten. En is deze ook veganistisch? Ja. Ja? Ja. Dat krijg ik echt heel veel kritiek op. Echt? Dat je vlees zou moeten eten? Ja. Maar ja, het grappige is, mensen natuurlijk altijd oordelen. En ze vragen niet, heb je dat misschien onderzocht of zo? Want dat heb ik natuurlijk onderzocht of dat kon. Als dat hondje een vleeseter was geweest, dan had ik een vlees gegeten. Hond, net als mensen, gewoon alles eten die net zo goed gedijen op vlees als wel plantaardig dieet. En er waren behoorlijk wat onderzoeken geweest in Amerika waarbij ze dat dus naast elkaar hadden vergeleken. Honden op plantaardig en honden op vleesdieet. Ja. En dat de honden op plantaardig dieet minder snel kanker kregen dan de honden op vleesdieet. Dat vind ik net als met mensen zo. Nou, zullen we dat nu proeven? Een Chelsea ben. Zijn ze goed gelukt? Zijn heel goed gelukt. Yeah. Ja? Heerlijk vers. Knapperig en toch zacht. Ja. Goed gelukt. Ja. Vind het ook lekker. Ja. Ik vind dit een heel fijn recept. En het duurt echt, maar je bent zo klaar. Ik ben bijna alles zo. Is voor jou het veganistische gedeelte of belangrijk? Of de bewustwording rond voedsel? Goeie vraag. Dat is moeilijk, omdat voor mijn gevoel gaat het wel echt samen. Ik denk als je eerst een stukje innerlijke klimaatverandering aangaat, dus een stukje transformatie of inzicht krijgt, dat je dan vanzelf veel meer na gaat denken wat je eet. Dus is eigenlijk die stap belangrijker. Tegelijkertijd, op grote schaal worden er op dit moment dieren gedood aan de lopende band. Die leven onder zeer slechte omstandigheden. Dus je hebt ook niet echt die ruimte om eerst awareness te kweken. Dus ik moet het van allebei de kanten eigenlijk aanpakken. Dus ik vind het net zo belangrijk. Het is helemaal verbonden met elkaar. Dus het boeddhisme gaf me enigszins kaders om mijn emoties te begeleiden. En zelf dus ook gewoon rustiger en gelukkiger te worden. Want anders was ik nu gewoon een hele verdrietige veganist geweest. Weet je wel? Boos op de wereld. En nu ben ik gewoon, gewoon mezelf en voel me gewoon best gelukkig met de dingen die ik heb. Count your blessings.
Dus daarin heeft het heel veel betekend. En daarnaast is zoiets al een hele spirituele reis om aan te gaan vanaf jongs af aan. Want het is namelijk iets inzichtelijk maken van iets wat je zelf doet en iets wat anderen doen. En daar helder naar durven kijken. En uiteindelijk zonder oordeel. Het begint natuurlijk wel met oordeel. En dat steeds minder die oordelen eraf en steeds meer compassie voelen. Dat is natuurlijk helemaal ook vanuit het boeddhisme wat ik daar vond.